Fitch degradeert Suriname. Gaan wij failliet? Op deze vraag is gisteravond antwoord gegeven door de econoom Steven Debi Persat en Anand Bihari, financieel-economisch-juridisch specialist. Ze waren gastsprekers tijdens de lezing van de kenniskring in het Lararoek-gebouw. Met de recente maatschappelijke ontwikkelingen hoopt kenniskring middels discussie een bijdrage te leveren en de samenleving te informeren. Volgens inleider Debi Persat heeft het Bureau voor de Staatsschuld uitgerekend dat de overheid dit jaar ongeveer $120 miljoen aan aflossingen van schulden en rente moet terugbetalen aan schuldeisers. Volgens het ratingsbureau Fitch heeft het echte probleem van Suriname te maken met de overheid en de overheidsfinanciën. De econoom geeft aan dat dit zeer ongezond is, omdat de ontvangsten structureel te laag zijn. Dus we maken consequent begrotingen waarvan we weten dat we meer geld gaan uitgeven dan we binnen gaan halen. Hierdoor overschrijden we normen. Om die normen, om de gangbare normen, toch niet zo drastisch te overschrijden, wat gaat men dan doen met haar leden? In het rapport van Fitch is dus te lezen dat door de manier waarop de overheid begroten waren, de overheidsfinanciën zijn opgebouwd, kunnen de overheid zichzelf ontbedienen. Als je kijkt naar de breakdown van hoe de uitgaven zijn, dan merk je dat de overheid steeds meer, drie aantallen, maar feitelijk zou je ook de voorgaande hier kunnen zetten, maar dat zou amper iets te lezen zijn, niet eens van voorop. Dat de overheid steeds meer geld wil geven, zowel aan zichzelf, het onderhouden van het apparaat, het in stand houden, het onderhouden van het apparaat, dat kost gewoon haast alles. Dat blijft dus niets fundamenteels, niets belangrijks over voor infrastructuur, woningbouw, onderwijs, dat wat je nodig hebt voor ontwikkeling. En dat is precies waar het ongezonde begint. Volgens Debi Persat is het moeilijk te zeggen of Suriname failliet gaat of niet. Het is ook niet duidelijk hoe groot het bedrag aan achterstallige betalingen is. Je moet het vaak doen met informatie waar je sterk over begint te twijfelen, zegt de inleider. Hoe moet je een economie beoordelen? De prestaties van de economie, maar vooral de gezondheid van een economie, beoordelen met informatie die te laat is, half is en achteraf gezien onbetrouwbaar is. Toch is er de handvraag van vanavond. Gaan we failliet? Het is met deze achtergrond weten we wel dat we dus achteruit rijden. En steeds harder achteruit rijden. Zijn we op het dieptepunt beland met de huidige informatiecijfers die te maken hebben met de economie? Ga je het echt niet kunnen weten. Inderdaad is het zo dat bepaalde instanties regelmatig updates hebben, maar weten ze dat er vorig jaar een behoorlijke vertraging zat in het inflatiecijfer. Het heeft haast 4 maanden geduurd voordat de volgende inflatiecijfer binnenkwam, om uiteindelijk op een andere getal te eindigen dan mensen hadden verwacht, wat dus veel verontwaardiging werd. U wil natuurlijk als officiële instantie informatie naar buiten brengen, waarop iedereen gelooft. Het laatste wat je wil hebben als land, als economische instituten, is dat mensen geen geloof hebben in jouw cijfers. Want zo ontstaan speculaties. Steven Debi Persat, inleider tijdens de lezing van de kenniskring met als thema: Fitch degradeert Suriname, gaan wij failliet?